Het gemengd koor Musica Nova en in het bijzonder zijn bezieler en artistiek leider Roger Leens krijgt de gemeentelijke prijs voor cultuurverdiensten. Het Schepencollege selecteerde deze vereniging uit 5 genomineerden die op advies van de Culturele Raad waren voorgedragen. De prijs bestaat uit een cheque van 25.000 frank, een kunstboek en een trofee in de vorm van een baksteen. Burgemeester en schepenen kozen voor Musica Nova. Dit koor werd in 1965 door Roger Leens opgericht. Musica Nova bestaat uit een 60-tal zorgvuldig geselecteerde muziekliefhebbers. Het hele repertorium bestaat uit oude en nieuwe koormuziek en zowel profane als religieuze liederen. Voor de tweejaarlijkse culturele prijs 94-96 kwamen 7 personen en verenigingen in aanmerking. Na een geheime stemming werden er hiervan 5 voorgedragen aan het Schepencollege. Het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen, het gemengd koor Musica Nova, de Steenschuit, Paula van Aken en Alex Vink.